Ja, Bruinie voor 2 heeft regelmatig de afgelopen maanden een update gehad over het idee van Schiedammer Marcel Gootjes en zijn compaan Jeroen Noppen om 40 jaar na dato de wereldvredesoproep van John en Yoko te gaan herbeleven. Nou, het Hilton in Amsterdam wilde na lang gesoebat geen medewerking verlenen. Die zoeken het dan maar lekker uit, daar in dat 020. Maar ja, de Euromast die stond natuurlijk te springen. En dat is een veel mooiere locatie om in hogere sferen te raken. Zonder enige spiritualia te roken, zoals al die hippies destijds deden. John en Yoko. Marcel Gootjes, die is dan de John. De Yoko is in ieder geval Jetsol. En er zijn nog een aantal andere dames die gezocht worden om in die rol in het bed te kruipen vanaf zondag. Tot en met volgende week woensdag. Kortom, het is bijna zover. Ik heb aan de bel Jeroen Noppen, de grote motor achter de actie zo'n beetje samen met Marcel. Goedemiddag Jeroen. Goedemiddag Ronald. Ja, het zijn hele drukke tijden voor jullie. Dit doldwaze plan is totaal boven jullie hoofd gegroeid, lijkt het wel hè? Bijna. Wij hebben natuurlijk nooit verwacht toen we 10 augustus met dit idee van Marcel begonnen. Ja. Dat het zich wereldwijd zou uitspreiden. Ja. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder, maar ook de bedoeling van de boodschap van Marcel. Ja, de wereldvrede is nog steeds 40 jaar na dato een actuele boodschap die ja, hopelijk nu wel gaat slagen. Want de afgelopen 40 jaar is er heel veel oorlog gevoerd. Kortom, niemand nam kennelijk John en Yoko destijds serieus. De Euromast, zijn ze er klaar voor daar op 100 meter hoogte? De Euromast is er klaar voor vanaf dag 1 dat we contact hadden met de Euromast. En het is gewoon fantastisch hoe ze medewerking verlenen. Ja. En wij zijn er nu langzamerhand toch ook wel klaar voor. Alhoewel nog heel veel gebeurt op dit moment. En wij verwachten ook tijdens de actie dat er nog wat verrassende zaken zullen plaatsvinden. Ja. Hey Jeroen, we hebben de afgelopen weken Marcel regelmatig op de tv voorbij zien komen. De diverse programma's. We hebben hem op de radio gehoord. Ook hier in Brani natuurlijk. We hebben hem vorige week al zingend aangetroffen. Hij is de studio ingedoken. We gaan zo meteen nog een track van die mini-cd draaien die te koop is. En alle opbrengst gaan naar War Child. Kortom, het is een nobel doel. Maar zijn er nog meer media momenten de komende dagen? Ja, ik heb gisteravond heeft ABC Radio Canberra van Australië Marcel geïnterviewd. Zo. En aanstaande zondag verwachten wij natuurlijk erg veel media bij de aankomst van Marcel. Ja. Bij de Euromars. Ja. En onder andere Oeroeskan FM die gaat een interview met Marcel doen vanuit de Euromars. Nog een Australische radiozender gaat een interview doen. En ja, alles draait nu op volle toeren. Ja. En we hebben er volledig vertrouwen in dat de actie zal slagen. Nou, en ook Radio Rijnmond en TV Rijnmond zullen uitgebreid verslag doen natuurlijk. Ja. Wij gaan in ieder geval komende dinsdag daar 2 uur live in de Euromast in het bed radio maken. Nou, daar zie ik al erg naar uit. Misschien dat het ook nog de moeite waard is om te vertellen dat er aanstaande maandag in Parkzicht een speciaal benefietconcert zal plaatsvinden. Ja. Met in ieder geval optredens van de Fab 5. Erik Fortuyn en Richard Beukelaar. En ik krijg vandaag waarschijnlijk nog een naam van een band door. Oké. De entree is gratis. Alleen we hopen natuurlijk wel op zoveel mogelijk geld dat gedoneerd gaat worden. Ja, precies. Mensen moeten lekker even een paar eurotjes in een pot gooien voor War Child. Dat lijkt mij mooi. Zondag gaat dus officieel de actie van start. Hoe laat zal het allemaal plaatsvinden in de Euromast? Om 2:30 zal in eerste instantie Magic Frankie buiten. Ja. Om het eventuele publiek en media muzikaal te entertainen. Mm-hmm. Dan om 2:45 wordt Marcel met de limousine, welke ook beschikbaar is gesteld door een sponsor, arriveren bij de Euromast. Dan zijn er een paar toespraakjes. Er zijn onder andere 2 Belgische schrijvers, Mel Hartman en Tisa Pescar, die speciaal voor deze actie samen iets hebben geschreven. Mm-hmm. Over vrede en dat ten gehore gaan brengen. Okay. En tijdens al die dagen rekenen wij natuurlijk nog steeds op bereidwilligheid van bekende Nederlanders, sporters, om gewoon langs te komen en de actie te steunen. Ja. Nou, jullie hebben ook een prachtige Hives-site gebouwd. Kun je daar het adres nog even van noemen? Mensen kunnen daar heel simpel naar klikken door even naar Brani voor 2 te gaan, hè? Heel simpel, betinforpeace.hives.nl. Ja. En daar staan dus ook alle interviews met Marcel. Ja, ja. Dat is leuk foto's, hoor.
Met Kim Holland. Die is natuurlijk ook in het nieuws geweest. En, ja, zij komt nog wel langs, maar zij steunt gewoon de actie. En zij is gewoon enthousiast. Ja, nou hartstikke leuk. Er zijn natuurlijk de echte Joko's. Is natuurlijk in de eerste plaats Jet Sol. Ja. Op de laatste dag schrijft Judith Visser. Oké. En andere bekende Nederlanders zullen al sowieso achter de plezans geven. Ja. En er komen nu nog steeds meer aanmeldingen binnen. Ja. Hey, en als ik dinsdag nou in bed duik, zo tussen de middag tussen 12 en 2, ligt Jet Sol er dan ook weer in? Jet die kon, wat ik begreep, dinsdag niet. Maar Godskanonnen zeg, hé. Hey. Heb ik weer. Dus ik ben nog, kijk wat ik voor je kan regelen. Ja. Want die baard, ik wil niet alleen met die baardtaap in bed hoor. Nee, maar hij houdt van boven de dekens. Oké, nee, heel goed. Hé, hey, hartstikke mooi. Maar dat gaat allemaal goed komen. Leuk, wij hebben nog contact. Wij gaan nog wat dingen allemaal samenvatten. En we kunnen er niet omheen. Maar de Euromast wordt een beetje het epicentrum van de vrede de komende dagen. Ja, wij zijn natuurlijk erg benieuwd wat er allemaal nog gaat gebeuren. En zoals ik al aangaf, is het nu allemaal nog een kwestie van improviseren. Er komen nu opeens allerlei dingen om de hoek kijken. En het is gewoon fantastisch. Want zo zal maandag zal ook tussen 12 en 2 een vliegtuig boven Rotterdam vliegen. Met een spandoek die ook de actie aangeeft. Ja. En er gebeurt van alles. En er is natuurlijk ook een speciale veiling. Waar dus hele bijzondere items. En er zit zelfs origineel haar van John Lennon tussen. Haar maar van John Lennon? Schaamhaar? Nee, geen schaamhaar. Oh. Baardhaar. Dat is een baardhaar. Ja. En het is een heel mooi item, maar er zitten ook hele andere unieke items tussen. Zo. En al die items zijn beschikbaar gesteld door mensen uit hun hart. Goed zo. Jeroen, we gaan elkaar spreken. Wij gaan want Marcel heeft in de studio in Vlaardingen twee liedjes van John Lennon opgenomen. Vorige week draaiden we Imagine. En nu The Ballad of John en Yoko hebben we klaarstaan. Ja, en daar gaat ook heel snel meer informatie over komen. Hoe mensen deze single kunnen kopen. Er zijn er inmiddels al heel wat verkocht. Ja. En er zijn nu weer 200 exemplaren bij besteld. Kijk aan. Hey, nobele actie. Mooie momenten de komende dagen. Wij spreken elkaar. En het gaat niet onopgemerkt worden, denk ik zo. Ja, beetje. Jullie ook alvast bedankt voor wat jullie voor ons de komt allemaal goed. Betekent. Jeroen, we gaan lekker luisteren naar Marcel Gootjes met zijn broer. Met zijn broer heeft hij het opgenomen, hè, op gitaar. Menno, ja. Ja, Menno. Nou, mooi duo. Helemaal geweldig. Dankjewel, Jeroen. Dog at Southampton, trying to get to Holland or France. The man in the mag said, you've got to go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're going to crucify me. Finally make the plane into Paris. Honeymooning down by the Seine. Peter Brown called to say, you can make it okay. You can get married in Gibraltar, in Spain. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're going to crucify me. Drove from Paris to the Amsterdam Hilton, talking in our beds for a week. The newspaper said, say what you're doing in bed. I said, we're only trying to get us some peace. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're going to crucify me. Saving up your money for a rainy day, giving all your clothes to charity. Last night the wife said, oh boy, when you're dead, you don't take nothing with you but your soul. Think. Made a lightning trip to Vienna, eating chocolate cake in a bag. The newspaper said, she's gone to his head. They look just like two gurus in drag. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're going to crucify me. Caught an early plane back to London, 50 acres tied in